erbij, jongen? Ja hoor, 9 en 1, dat is goed, helemaal goed. Ja? Mooi, schuif gelijk lekker het bord erbij. Pom, 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 pom. Zeg maar stop. Stop. Kan ik nog mooi hierbij staan? Ja hoor. Kijk, perfect. Gaan we gewoon lekker beginnen. Voor vandaag op het programma hebben we relatief veel, maar toch heel snel. Wat we straks gaan doen zijn 5 rondjes voor tijd. Beginnend met 50 penguin jumps, penguin sprongetjes. Voor degenen die een springtouw thuis hebben, pak je springtouw er dadelijk bij. Want dan kun je of voor double-unders gaan of voor single-unders gaan. Je begint straks elk rondje met 50 penguin jumps of 50 double-unders ofwel 100 single-unders. Daarna ga je door naar 40 mountain climbers. Het zijn er 40 per been. Ik leg straks allemaal uit wat de oefeningen zijn. Gelijk door naar 30 air squats, 20 tuck-ins en 10 push-ups. Heb je dat gedaan, die 50, 40, 30, 20, 10, heb je één rondje compleet. Zo gaan we 5 rondjes in totaal doen. En je timecap is 15 minuten, dus voor de snelle rekenaars onder ons, je krijgt gemiddeld 3 minuten per rondje. Dus ja, er moet relatief al tempo in zitten. Maar de eerste 2 bewegingen, de 50 en 40, zijn relatief snelle bewegingen. Dus hou daar de snelheid erin. Als je daar dadelijk nog vragen over hebt, stel ze dan dadelijk als ik de oefeningen ga uitleggen. Want dan ga ik je gelijk de scaling opties erbij geven. We gaan lekker beginnen met de warming-up. 5 minuutjes rustig om bewegen. 10 jumping jacks, 10 squat burpees, die leg ik nog heel eventjes uit. En 10 sit-ups. Ik gooi het bord even aan de kant. Ik krijg zo meteen ook alle tijd om het op te schrijven, jongens. Ja. Want het zijn heel veel oefeningen. Kun je snel die klok altijd even aanzetten? Zal ik anders heel snel die klok aanzetten? Ja. Ik ga gelijk heel even de oefeningen uitleggen. Dus dadelijk dus oefening 1 van de warming-up, jumping jacks. Je begint met je voeten bij elkaar, armen langs je lichaam. Je springt open en weer terug. Dat is 1 uur 10 herhalingen. Daarna 10 squat burpees. Kan eigenlijk niet best verstaan beginnen. Je gaat met je handen naar de grond. Springt je voeten naar achteren. Komt naar voren. Squat omhoog. Dit is 1. Tik. Naar achteren. Tik. Mooi trots houden. Omhoog. 2. Het gaat dus om dat je niet per se plat hoeft te liggen. Als je dat erbij wil doen, mag dat. Maar het gaat erom dat je in een squat omlaag gaat. Handen naar de grond. Je springt naar achteren. Je springt met je voeten weer naar je handen. Eerst mooi rechtop. Dan pas omhoog komen. Het draait om een mooie squat maken. Daarna de 10 sit-ups. Je mag zelf weten. Voeten plat of in de butterfly positie. Zodat je ruimte achter je hebt. Tik aan. En helemaal omhoog. Het is 5 minuten rustig voor flow, voor kwaliteit. Ga gewoon rustig doorheen. Dadelijk de workout wordt intensief genoeg. Mag je de klok aanzetten? Oh, die klok. Kan ik niet zien. Ik wel. 3, 2, 1. Weer een 10 jumping jacks. Bij de squat burpees echt mooi een squat naar beneden, hand op de grond, voeten naar achteren en voren, mooi rechtop, dat is 1. Oh. Dat is een hele goeie voor mij, lekker squatten. Deze is voor jou, Daf, squatten. Heerlijk voor die heupjes. Lekker. Hop. Oh, veel fanatieke kijkers vandaag. 10. Volle les. Hop. Oh, kijk. Kelly, deze kan jou gewoon meedoen, meid. Speciaal voor jou. Gewoon stappen. Sit-ups. Lekker sport op deze maandag. Kunnen we de week weer lekker rustig beginnen. Precies. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo. Je zit op 1,5 minuut. Oh. Ik had eigenlijk een minuut.
minuten op een rondje rekken. Dus nou, dat komt eigenlijk mooi uit. Hey. Hoppakee. Beetje warm worden. We blijven vandaag lekker binnen. Na het buitenspeelkwartier van gisteren. Hop, hop. Ik ben benieuwd. Oh, tassen me nog omkleden. Hoeveel mensen er ook daadwerkelijk zo meteen mee gaan doen. Zoiets springt daar al gepakt heeft. Of hoeveel mensen we zo meteen penguin jumps gaan zien doen. Heerlijk. Je mag jezelf filmen, ik vind hem ook leuk. Ja, ja, ja. Dat is een leuke nieuwe challenge, de penguin challenge. Laatste paar sit-ups. Hop. Oh, we verliezen kijkers, Jeroen. Mensen gaan eten. Ja, shirt uit doen. Maar geen tepels vast. Misschien moeten we verzoekjes aan gaan nemen. Oei, Michael kijkt ook. Ja, Michael. Mijn Michael. Ja, Michael. Hey, Michael. Je zit al op 3,5 minuut. Ik kom natuurlijk even kijken wat je wel echt aan het werk bent. Want die Ultimate Team Challenge gaat natuurlijk gewoon door, hè, jongens. Dat is niet afgelast. Kijk wel vanuit. Het is gewoon aan de bak zo meteen. Jij ook, Michael. En die 10 kilometer rennen heb je niet zoveel. Lekker squatten. Het is een mooie versie, want je hoeft geen push-up te maken in deze burpee, dat scheelt weer. Je schouders een beetje sparen. En zo meteen gaan we natuurlijk en die mountain climbers doen, en air squats, en tuck-ins. Dus je hebt redelijk veel van je heupen nodig. Hop. En ook 30 seconden. Gewoon lekker blijven bewegen, een beetje warm worden. Niet expres langzamer gaan bewegen om de tijd vol te maken. Hey Brenda. Is het erg als je squats heel wijd zijn? Nee, maar rij je bij jou niet. Je mag je lifters aan voor deze, hè? Dat is geen probleem. Je mag geen lifters aan. Michael zegt dat hij vandaag weer allemaal 12 rondjes en 2, 1, time. 5 pull-ups, 15 box-jumps, 5 push-ups en 15 air squats. Is dat genoeg? Nee, Michael, het is nooit genoeg. Dat moet jij toch weten. Mooi. Zo. Dat was de warming-up. Voor degene die even op wil schrijven wat de workout dadelijk is. Brenda, voor jou even een whiteboardje erbij pakken. Ik zet heel even het whiteboard er weer voor. Zo. Kan je even opschrijven. Wat het is voor degenen die een springtouw hebben, dus ga je in plaats van de 50 penguin jumps voor de 50 doubles of 100 singles. Verder blijft alles wel gewoon hetzelfde, want daar heb je geen materiaal bij nodig. Heb je nou geen springtouw, dan doe je dus gewoon de 50 penguin jumps. Ik leg dadelijk nog alles uit wat ik wil zien. Laat hem heel even lekker staan. Schrijf op. Maak een screenshotje anders. Kan ook. Ik zit op de bank, kan alles prima volgen. Penguin jumps op de bank, Brenda, vind ik helemaal prima. Ja. Monish is er ook weer bij. Even kijken wat hij zo meteen gaat doen. Dit is wel een mooie voor jou en Nicky, Brenda. Kan je mooi synchroon oefenen. Ja. Niet synchroon op de bank zitten, maar synchroon trainen dan, hè? Vooral die penguin jumps, die wil ik wel. Ja, die wil ik wel. Die wil ik synchroon zien. En let ook echt wel op, het zijn 5 rondjes. Het is niet eenmalig 15, 40, 30, 20, 10. Dat is pas 1 ronde. Dat doe je 5 keer. En je timecap is 15 minuten. Dus
Je moet echt wel een hoog tempo denken erin houden. Maakt niet uit, Tasman. Tasman, de onderburen zijn nu al boos, zegt ze. Oh. Gewoon uitnodigen, samen de workout doen. Ja. 1,5 meter afstand, maar gewoon samen de workout doen. Snel naar beneden gaan. Ja. Lekker het speeltuintje bij jou, gezellig. Nou, ik denk dat de meeste al op hebben geschreven. Dan ga ik de bewegingen uitleggen. En dan gaan we daarna lekker beginnen. Zo. Nu komt het, jongens. Nou komt het. Voor degenen die ze naar een springtouw hebben, ga ik op een touwtje springen. Of 50 double-unders, ofwel 100 single-unders. Voor degenen die geen springtouw hebben, ga je dus voor 50 penguin jumps. Asfaltig dadelijk. Het is een oefening die sommigen misschien al kennen, dat we hem ook gebruiken om double-unders aan te leren. Je gaat met je voeten bij elkaar staan. Je houdt je armen en handen bij je. Je gaat dadelijk springen. En terwijl je springt op het hoogste punt, tik je met je handen je bovenbenen aan. Als jij nou zegt van ja, dingen thuis vind ik het niet zo heel interessant, dan kun je ook dus wat we normaal zouden doen voor die double-under. 2 keer aantikken. Dus voor 1 penguin jump is het als volgt. That's it. En dat doe je dan 50 keer. 1, 2, 3, 4, 5 en zo door. Als jij zegt van ik wil een beetje de intensiteit verhogen en een beetje moeilijker maken, ga je voor 2 keer klappen op je bovenbenen in 1 sprong. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en zo door. Als je dus zegt van maar dat is iets te moeilijk, ga gewoon terug naar die enkel keer op je bovenbeen tikken. Yes? Als er daar vragen over zijn, vragen we. Als degene die echt onderlast hebben van de onderburen en begint te klagen, dan wil het echt zeggen dat jij te hard aan het stampen bent. De truc is echt, blijf lichtvoetig op de bal van je voet springen. En blijf je tenen mooi naar beneden wijzen. En niet die tenen omhoog en dat doen. Yes? Beweging 2, de mountain climber. Je komt in een push-up positie staan. Handen onder je schouders, buikbeen op spanning. Vanuit hier voor 1 herhaling ga je voor elk been, de knie, een keer naar je elleboog toe trekken. Dat is dan 1, 2, 3, 4. En zo ga je door. De truc hierbij is buikbeen aanzetten. Zorg dat je niet met je heupen omhoog gaat gooien. En dat je gewoon lekker tempo erin houdt. Dus vanuit hier 1, 2, 3. En echt weer lang druk zetten en niet dit gaan doen of dit gaan doen. Dus laag blijven en goed die benen strekken. Je telt hem dus of als en 1 en 2 en 3 en dan naar 40. Of je telt 1, 2, 3, 4, 5, 6 naar 80. Make sense? Hoop het wel. Als het geen sens maakte, vraag je me. Ja? Daarna, beweging 3, de 30 air squats. Voeten, heup, schouderbreedte, tenenlichtjes naar buiten. Mooie trotse houding, zak zo diep als dat jij kan. Dat je mooie platte voeten houdt, omhoog komen, heupen, knieën, strekken. Dadelijk niet voor die bro reps gaan, of voor die Turk show. Mooie trotse houding, helemaal strekken. Kijk maar hoe diep je kan komen. Kun je onder parallel? Ga onder parallel. Haal je dat net niet? Gewoon zo diep mogelijk gaan. Oefening 4. De 20 tuck-ins. Je komt liggen op de grond. Vanuit hier maak je jezelf lang. En vanuit daar maak je jezelf eigenlijk helemaal klein. En ga je net met je handen naar je schenen toe. Dit is 1. Lang. 2. 3. 4. En zo 20 in totaal. Zorg dat je goed je onderrug tegen de grond aanhoudt. En dat je probeert jezelf echt lang te maken. Als je merkt dat je te veel in je rug gaat hangen, maak jezelf niet te lang. Dus blijf meer daar. Dat je goed die onderrug in de grond hebt en niet in die holle rug hangt. Yes? Als deze echt te zwaar zouden zijn, dan hou je je voeten gewoon plat. En dan ga je vanuit hier, tik, korte crunches. Tik je net onder je knie aan. En that's it. Yes? Beweging 5, de 10 push-ups. Als je zegt van ik ga voor reguliere push-ups, gewoon op je tenen, handen onder je schouders, buikbeen op spanning, borst naar de grond en omhoog. Adem in naar beneden, uit omhoog.
Is dat te zwaar? Op je knieën verder. En voor hetzelfde houden. Als dat te zwaar is, pak je de bank, stoel of iets van een verhoging. En vanuit daar hetzelfde verhaal. De beweging blijft dan altijd hetzelfde, alleen maak het zelf ietsjes lichter. Als jij nou zegt van ja, push-up is echt een beweging voor mij. Ik kan er wel een paar, maar dat wordt heel snel te zwaar. Probeer misschien voor jezelf aan te houden, het zijn er maar 10. Dat je zegt van ik doe de eerste 3 tot maximaal 5 op mijn tenen. En daarna schaal ik de rest af naar de mogelijkheid dat ik kan. Maar ga niet te stug door op je tenen. Het is een snelle workout, het is echt een high pace. Yes? Als er vragen zijn, stel ze nu. En anders gaan we beginnen. Monies vraagt wat een mooie streeftijd zou zijn voor deze workout. Waar gaan we voor? Monies, deze heb ik vanmiddag bedacht. Als je echt heel, als je lekker erin zit, dan als je hem op 12, 13 minuten uit kan komen, dan heb je echt al een heel flink tempo moeten pakken en aan kunnen houden. En voornamelijk echt vooral als je bijvoorbeeld bij double-unders al zit van, ja, ik ga voor double-unders proberen. Ik ben er nog niet zo comfortabel op. Ja, dan is het zo kunnen dat je het niet gaat halen. De workout is zo bedacht dat je moet bijna overal comfortabel op zijn om het te kunnen halen. Dus ben niet te bang om te schalen waar nodig is om het jezelf wel echt gewoon intensiteit hoog te zetten. En dat je het ook kunnen halen. Door dus mij mag, of het zelfs zwaar. Alles onder de 15 minuten is goed dus. Juist. Oké, Nick, je moet nog even plassen. Oh jee. We wachten even op jou, Nick. Laat we weten als je terug bent. Ja. En handen wassen. Handje wassen, uiteraard. En Monies, je moet gewoon tegen vrouwlief zeggen dat je gewoon altijd kan schalen. Dus geen, ze zegt, vrouwlief, skip deze oefening, want oefeningen van Jeroen zijn altijd zwaar. Welke oefeningen hebben we het dan over? Alle oefeningen, gewoon alle oefeningen. Meervoud. De oefeningen van Jeroen zijn altijd zwaar. Nou, als je zegt van de penguin jumps zijn te zwaar, kun je ook wel zeggen, maak 15 jumping jacks. Als jij zegt van oké, hey, de 40 mountain climbers zijn te zwaar, ga je gewoon iets minder snel en ga ik gewoon voor de helft van de herhalingen. Dus in plaats van 40 doe je de 20, maar dan zorg je wel dus dat je vanuit hier gewoon goed die buikbil aanspant. Dan heb je eigenlijk gewoon een plankpositie waarbij je altijd een klein aanzetje op de buikspieren hebt. Als die snelheid niet fijn aanvoelt of je voelt, er zit de motoriek nog niet helemaal lekker erin. Maak hem gewoon zodanig dat jij hem wel kan. Voor de 30 squats ben ik toch wel van overtuigd dat jou die wel relatief moet gaan lukken. Voor de 20 tuck-ins, als het echt niet gaat, dan ga ik gewoon naar sit-ups toe. Ook voor die crunch variant ga ik naar een sit-up toe. Kijk hoe hoog je kan komen. Voor de 10 push-ups, ook wat ik al zei, hoe rechter op jij komt te staan, hoe lichter de push-up gaat worden. Top. Hopelijk heb ik je kunnen helpen. Geen smoesjes. Oké, Mirjam moet ook nog plassen. Nicky is terug, maar nu moet Mirjam plassen. Ik denk dat die maar één wc hebben met z'n tweeën. Dus oké, Mirjam, snel dan. Dan wachten we nog op Mirjam en dan gaan we beginnen. Ik heb hier trouwens gewoon de timer in beeld staan. Voor degenen die hem een beetje daar kunnen zien, de cijfer wordt daar iets groter. Dus we gaan daar gewoon lekker op mijn tijd meedoen. Voor degenen die hem later gaan doen. Beetje laat gezegd, maar je kunt wel een stukje doorspoelen dadelijk. Anders moet je lang wachten. Ondertussen hebben we verdachte personen buiten. Kijk, ook weer een hardloper weer. Nee, serieus, ja. Is net al de hele tijd. Oké, Mirjam is er klaar voor. Kijk. Gaan we beginnen? Ja, we beginnen, ja. Sanne kijkt ook. Hola. Yes! Alright. Let op. Je moet nog een keer duwen zo meteen, hè? En nu moet je nog een keer op play duwen. Dat is heel verwarrend. Ja. 10 seconden gaan we beginnen. Oké, Mir. Hop. Als je me weet, vraag het aan. Je kan zien wat we moeten doen. Yes. We beginnen met 50 penguin jumps, dan wel 50 dubbels. En go. Ah, Maartje is er ook bij. Springen en tappen, jongens. Springen en tappen. Is goed voor je ritmegevoel. Hop, hop. We hebben expres hier een hoogdempend persisch tapijt neergelegd, dat de onderburen niet boos worden. Maar gewoon gaan. Hop. En op je hoogste punt twee keer tippen met je handen.
Net als dat je zou draaien met je springtouw. Hoppakee, waren er 50 al. Gingen we door 40 mountain climbers. Waarbij elk been moet tellen. Dus links en rechts is 1. Hop, helemaal uitstrekken. Knie naar je elleboog. Vijf rondjes in 15 minuten. Dat betekent dat hij maximaal 3 minuten heeft per rondje. We zijn nu al een minuut verder. Dus gas geven. Hop, hop, hop. Oh, 40 klaar. En hij gaat door. 30 air squats. Helemaal naar beneden, helemaal omhoog. Als je niet helemaal naar beneden kan, is het natuurlijk niet erg. Ga je gewoon iets minder ver naar beneden. Dus noods ga je gewoon met je billen tot de bank en weer omhoog. Maar dan gewoon lekker blijven bewegen. Je ritme is alles in deze workout. Het zijn 5 lange rondes. Hop, je wil jezelf niet opblazen in rondje 1. Je wil juist misschien iets rustiger beginnen. Hoppakee. Netjes. 20 tuck-ins. Speciaal voor de buikspieren. Daag jezelf uit. Zijn er maar 20. Helemaal lang maken. Helemaal klein. Hop. Hij gebruikt ook hier een klein beetje zijn handen. Zijn deze net te zwaar? Wat best wel zou kunnen. Zet je je voeten gewoon op de grond. Maak een soort sit-up, een soort crunch. En gewoon lekker gaan. Dat je onderrug hier op de grond blijft, zul je minder schuren hebben als met een gewone sit-up als het goed is. De laatste 10 push-ups. Helemaal naar beneden, helemaal omhoog. En dan zie je als je naar de tijd kijkt dat hij al bijna 3 minuten bezig is. Dat je dus echt gas moet geven. Wil je dit gaan halen binnen de 15 minuten, jongens? Rondje 1 klaar. Alright, ronde 2. En blijf bij de 2 keer tappen. Het is eigenlijk geen tijd om te rusten. Hoi Kimmy. Hoi Sabine. Nou weg. Hop. In de box hebben we altijd gezegd dat deze beweging het heel goed zou doen op camera. En nu zie je waarom. Hoppakee. En meteen door naar zijn mountain climbers. Tik, tik, tik. Ook hier geldt op tempo haken. Tempo maken en tempo houden. Het zijn er maar 40. Het zijn er maar 40. Hey, Michael. Even afkijken hoe je het zo meteen moet doen, hè, Mike. Oh, dit is het moment waarop je denkt, dit was een slecht idee. Netjes. Door 30 air squats. Slokjes verdrinken, maar we drinken gewoon tijdens het squatten, want anders gaan we het niet halen, jongen. Hop. Hop. Netjes, hier. Hou vol. Squat en omhoog, squat en omhoog. Bijna 5 minuten gehad. Geert-Jan is er ook bij. Geert-Jan, dit is een mooie voor jou, jongen. 50 dubbels, 40 mountain climbers, 30 air squats, 20 tuck-ins, 10 push-ups. 5 rondjes. Het worden steeds minder, maar het zijn wel 5 rondjes. Hop. Boom. Blijven ademen. Dat is heel belangrijk. 20 tuck-ins. Lekker die buikspiertjes. Zorg dat alles tegelijk beweegt. Hè. Zowel je handen als je benen komen tegelijk naar elkaar toe. Vouw jezelf dubbel. Je voelt het branden, maar je moet gewoon doorgaan. Je moet gewoon doorgaan. Hop. Hop.
Het zijn er maar 20, het zijn er maar 20. Boom. Laatste 10 push-ups voor deze ronde. Mooi. 6 minuten rond. En nog. Nee, de gitaar is helaas kapot. Amy komt ook even kijken. Amy, dit is ook wel een leuke voor jullie. Ik zou hem dan synchroon doen. Dat is altijd leuk samen met Toby. Ah, heel goed, Gert-Jan. Heel goed. Lekker ook om buiten te doen in het zonnetje als het mooi weer is. Lekker. We zullen een poll starten. Als je denkt dat je goed hem haalt binnen de 15 minuten of niet. Hop. Het zijn 100 singles, Amy. 40 mountain climbers, 30 air squats, 20 tuck-ins en 10 push-ups. Ik zeg kat in het bakkie. Oh ja, en dan 5 keer. 5 rondjes. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Kijk, goedenavond Michael. Precies op tijd om Jeroen te zien afgaan. Kom op Jeroen, je doet net wat zwaar is. Netjes, netjes, kom aan. Oh, hier. De schoenen gaan uit. Air squats, jongen, kom. 30 stuks. 30 air squats. 30 air squats. We zijn over de helft van de tijd. Amy, ik weet niet waar je op geduwd hebt, maar ik ga je gewoon erbij gooien. Ik denk dat je het verkeerde knopje hebt geduwd, Amy, maar je bent er nu gewoon bij, hè? Kijk, Thijsie. Lekker, Jeroen. Nee, is een verkeerde camera, kut. Doe je, Jovi. Nee, we gaan weer door zonder jullie. Jongens, wat een teleurstelling, Amy. Wat een teleurstelling. Jeroen gaat hier gewoon door. 9 minuten voorbij, nog 6 minuten te gaan. Zal die het halen binnen de 15 minuten? Zal die het gaan halen, jongens? Hop. Feel the burn. Kom op, Jeroen. Tien push-ups, kom op. Hoppakee, super. Nou, vooruit dan, Mirjam, vooruit dan. Maar wel video dat je hem doet, hè, want anders telt het niet. Jeroen begint hier aan rondje 4. Zeker als je moe wordt, hou je dan die dubbels rustig. Anders gaan ze alleen maar fouter. En slechter en moeilijker. Hop, kom aan Jeroen. Doe het voor de penguins. Doe het voor de penguins. Slokje drinken. 40 mountain climbers. Let's go. Kom op. En gaan. Go, 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 go. Hier, precies. Als je hem zelf niet meedoet, moet ik dan Jeroen aan. Terwijl hij hier met zijn sok over het tapijt probeert te schuren.
Kom op, Jeroen, volhouden, kom aan. Hop, 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 kom op. Kom op. We gaan nog 4 minuutjes, 4 minuten tijd nog. Squatten, kop. Op adem komen tijdens squatten. Mijn zakken en omhoog, zakken en omhoog. Vind je ademhaling tijdens een squat? Altijd, altijd. We houden het graag spannend. Super. Helemaal naar beneden, helemaal omhoog. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar Jeroen heeft donuts op zijn sokken. Dat is allemaal voor die extra energie. Vet is kracht. Kom maar, Jeroen. Ja, we beginnen de maandag gewoon goed, hè, jongens. Geen halve bak hier. Gewoon meteen gaan. 20 tuck-ins. 20 tuck-ins. Zet die buikspieren aan. Lekker. Kom op, Jeroen. Hop. Omhoog met de lijf. Oh. Ik ben heel blij dat ik deze niet hoef te doen. Ja, daarom jij, dat is dus waarom jij zo, wat is jouw kracht is, Daphne. Oké, 10 push-ups, Jeroen, kom op. Kom aan. Netjes, kom op. Laatste ronde, laatste ronde. Alright then. Ja, het is jammer dat je van meer kracht niet harder gaat lopen natuurlijk. Dat is dan wel jammer. Jeroen gaat hier gewoon ongefaseerd door. Laatste 2 minuten. Hoe ver gaat je komen? Netjes. Kom op, mountain climbers. Nog even kwaad maken. 1,5 minuut. Je ziet dat hij mooi laag blijft. Als we zelfs zijn schoenen uitgedaan, zodat hij met zijn tenen over het tapijt kan schuiven. Maar hij wil zo snel mogelijk gaan. Nu even doorbrakken, Jeroen. Nu even doorpakken, kom. Netjes, kom op. Door, afmaken nu, afmaken, kom. Laatste minuut. En squatten, laatste 30 squats. Elke squat die je nu doet, hoef je niet meer te doen. Hoppakee. Netjes, ademen. Pak je adem terug in die squat, dat is eigenlijk een soort actieve rust. Hij gaat hem gewoon bijna halen, jongens. Hij gaat hem gewoon bijna halen. Kom maar, Jeroen. Netjes. We gaan richting die laatste 10 seconden. Nog 8. Elke rep is er 1. 2. 1. Time. Zoals je ziet is er niks aan de hand. Oh, een dom idee. Was het een goed idee of niet, Jeroen? Nee. Goed verzonnen, man. Oh. Ja. Stijn, je hebt het net gemist, jongen. Oh. Dat was hem, jongens. Tijd is op. Daar zijn we weer. We hadden eventjes verbindingsproblemen, maar we zijn er weer.
Daar zit hij. Man of the hour. We geven jullie net allemaal als Jeroen eventjes een paar minuten om bij te komen. Oh. Even een momentje voor jezelf. Ja, staat hier goed? Ah, we zijn er weer. Okay. Koen, heb je hem meegedaan? Ik ben heel benieuwd hoeveel jullie zijn gekomen als je hem hebt meegedaan. We zullen deze ook in de app gooien. Dan kan je daar je scores invullen. Even een paar stretches doen. Zorg dat je je bank in de buurt hebt of stoel. Of een muur. Ga met je knie tegen de rugleuning aan zitten. Scheen je rechts tegen de rugleuning aan. Vanuit hier duw je heup naar voren. Voorkant bovenbeen. Ik weet niet met jullie zit, maar het zit bij mij heel vol. Goed naar voren duwt. Relax op je ademhaling. Probeer recht te ontspannen. Netjes, Koen. Goed gedaan. Hij was een rondje 4 bij 30 penguin jumps. Oh, netjes. Heel goed, heel goed. 3, 2, 1. Relax, pak een eentje voor de buikspiertjes. Netjes, Monies. Monies heeft hem afgemaakt. 16 minuten en 10 seconden. Hij is gewoon doorgegaan. Ja, netjes, goede instelling, hou er van. Ga lekker op je buik liggen. Oh, je handen lekker breed. Ongeveer op schouderhoogte. Vanuit hier duw je borst omhoog. Hou je heupen laag. Kijk omhoog naar het plafond. Rek op de buikspieren. Niet te hard in je rug duwen. Het gaat niet om dat je je wervels op elkaar voelt duwen, maar dat je gewoon een lekkere rek op je buikspieren hebt. En that's it. Netjes, Marije. Goed gewerkt. En dat was hem. Oh, mooi. Oh. Ik zie dat we nu meteen door kunnen gaan en bij Tasman aan kunnen schuiven. Heerlijk. Ja. Kunnen we meteen komen eten. Super gewerkt, mannen. Nog steeds trouwens, heb je nog iets van vragen over wat dan ook rondom het CrossFit, levensstijl, weet je, wat dan ook. Vraag het ons. Gooi het hier in de opmerkingen erbij. Of gooi het gewoon in de Facebookgroep. Dan kunnen we binnenkort snel, ook deze week nog, een leuke Q&A doen. En die doen we uiteraard ook gewoon live. Ook dan kun je dan gewoon de vragen stellen wanneer we live gaan. Dus link goed. En dan tot snel weer. Sowieso tot morgen. Oh. Oh. Oh, arme jongen.